Morok, parkeer hem even ergens anders. Rot op. Can I park my car here? Dit is niet mijn winkel. Yo, dames en heren, mijn naam is Don en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Sigbaji. Mooi, nou, ik hoef geen intro meer te doen. Morok, wij gaan vandaag de medische challenge doen. Weet je wat het inhoudt? Nou, dat we naar het ziekenhuis gaan, toch? Morok, er is één dokter en de ander is het patiëntje. Oké, ik ben sowieso geen dokter. Oké, dan zal ik de dokter zijn. Ben jij echt de dokter? Oh, er landt hier nog een groep. Mag ik serieus geen pistool of iets? Oké. Jij mag. Jij bent niet. Ik ben de dokter. Oké, maar fucking. Ik zag al iets. Oh, er is hier niks. In het even algemeen. Het gaat er dus om dat ik mag alleen medical shit oppakken en ik mag Don alleen healen. Ja, en ik mag Don alleen wapens hebben. Ja, hij is dus degene die attackt van ons tweeën. En hij mag dus geen medical shit bij zich dragen. En ik ben alleen de enige die medische dingen mag meenemen. Fuck, ik pak de medical shit op. Ons automatisme. Ik heb het weer gedropt. Oké, cool. Dus ik ben benieuwd wat de fuck er gaat. Ik vind wel dat de dokter wel een melee wapen mag dragen. Ja, oké. De dokter mag wel een melee wapen inderdaad. Ja, okay, ja, ja. Oké, daar ben ik het mee eens. En misschien dat als het echt zo kut gaat, dat we dan uiteindelijk gewoon dat de dokter ook een pistool mag hebben. Uiteindelijk mag de dokter een tering groot wapen. Ja, uiteindelijk mag de dokter gewoon alles. Ik gooi ze wel even dood met de first aid kit. Shit, ze komen naar jou toe! Hij schiet op mij. Ja, ik zie het. He's shooting in the dark. Hij rent nu langzaam gewoon, ze schieten hem toch. Ik ga, ja nee, maar wat voor... Waarom hebben zij al een heel arsenaal aan fucking guns? En ik had alleen nog maar een machete uit 3 huizen. Wait, bitch. Ja, fuck dit, ouwe. Even gewoon voordat we eruit springen, ben ik de dokter of ben jij de dokter? Ik wil wel de dokter zijn deze jij keer. Jij bent de dokter? Ja. Oké, sorry. Maar zullen we dan doen, dokter mag alleen pistool? Die regel is gewoon nu al opgesteld. Laten we hem nog even één keer proberen. Oh, okay, dokter mag alleen melee weapon. Oké, is goed. Laten we dan dat pakken in 3, 2, 1, go. Mag ik wel wapen attachments ook gewoon voor je dragen? Ik bedoel, het is geen wapen. Jij bent gewoon een pakezel. Ik ben gewoon een pakezel die heelt. Ja, klopt. Oh, ik heb ook een sikkel. En mag ik ook smoke grenades en gewone grenades? Ja, toch? Ja, die dingen mag je, maar je mag gewoon niks wat met guns te maken heeft. Ja, er ligt hier een M16 en een micro Uzi in mijn gebouw. Is goed, hoe graag wil je hem oppakken? Je hebt geen idee. Oh mijn god, maar nu staat er zoveel druk op mij. Ja, jij moet nu alles raken en ik kijk gewoon over je schouder mee van doe dit, doe dat. Ja, schiet raak. Dat is het enige wat je kan zeggen. Schiet raak. Zoek een pan. Maak pancetta van ze. Oh shit, brep. Die kwam echt van mijlen ver aan. Die kwam gewoon uit Duitsland aanvliegen. Hij begon zo Duits. Maar ik mag dus ook niet, stel nou dat ik straks gedamaged ben. Mag jij dus dusdanig veel bandage naar mij gooien en alles, dat ik mezelf helemaal vol kan healen? Of moet het steeds per keer? Per keer wordt zo onpraktisch. Ik denk gewoon dat ik je dan medical supplies geef en als je ermee klaar bent dat je het dan weer dropt. Precies. Niet dat ik het dus zodra je vol bent, dat je het dan weer dropt. Ja, cool. Morok, er ligt hier een keer 8. What? Schroef hem in je anjet. Apply lotion to the times 8. Spat the butt cheeks and apply some lotion near the anus. Then you want to use a rotary motion in order to apply the times 8 to the buttocks. Ik kan ook geen ammo meer dragen, man. Rot. Oh, wel. Oh, joh. Nog een klein beetje. Maar ik heb al... Oké, nou hou ik die resterende 30 wel even in mijn broekzak. Dat is goed. Oh, je bent nu ook ammo boy. Ja, ammo en doctor boy. They call me the donkey. De dokter mag niet in een auto zitten. Rot op, waarom mag de dokter niet in een auto zitten? Dit is een ambulance. Wieuw. Nee. De dokter is ook automonteur. Hij moet langs de auto rennen en kijken of hij het altijd goed doet. Dan moet ik met zo'n moersleutel tegen de auto aanslaan. Ja, hoe kut is het als ik straks neerga en... Zo, dat zou fucked up zijn. Daar hebben we nog niet over nagedacht. Maar dan moet ik je omhoog helpen. Dus dan moet ik door middel van smokes en stunts en shit je gewoon omhoog proberen te helpen. Je reed langs de huisjes. Ja, precies dat, ouwe. Mag jij Don eventueel omhoog helpen? Ja, dat mag wel, man. Ik mag hem helpen.
Maar help me. Ik kan hem niet medisch... Help! Flikker! Kom er binnen, kom er binnen. Oh, oké. Okay. Help! Jij doet mij pijn aan! Oh! Ook gewoon hoe die oude schreeuwt. Oh, die was perfect, man, die van jou. Oh! Ja, precies. Zo emotieloos, maar wel lang. Ja, zodat hij gewoon een afstand kan bereiken in de hoop dat iemand hem helpt. Ja, precies. Oh! Jij doet mij pijn! Oh! Noordwest. Hij ja, ik zie het. Ik heb sight. Ze gaan daar... ik kan schieten. Ja, nee, dat is lastig. Oh, ze zijn eruit, ze zijn eruit. Oh, ja, oh, als oh. ze stil zitten, dan kan het. Kut! Ze zitten net onder een rots. Ja, maar we weten in ieder geval dat ze er zitten. Ik kan eentje schieten. Ja, als je hem kan killen, doe het. Ik heb eentje geraakt al, fucking hard geraakt. Eens een kopje? Denk het wel. Auto rijdt deze kant op de brug. Ik zie het. Ik ga schieten, man, als ze hier recht naartoe komen. Nou, hij rijdt langs, hij gaat bij die stenen. Oké, misschien gaat hij achter de auto schuilen. Ja, hij schuilt achter de auto, volgens mij. Ik denk, ik schiet de band even lek. Heel veel schoten zuidoosten houden. Ja, ja, ja. Easy, easy. Oh, what the fuck? Dat was die in dezelfde auto weer. Die in de oranje Dacia. Waar we net op schoten. Echt? Ja. Die zijn gewoon een rondje gereden. Oké, we zitten bijna safe, dus op zich kunnen we hier wel blijven. Ja, maar dan moeten we echt op het laatste moment doorschuiven naar dat andere gebouw. Ik schiet even die auto stuk, hoor. Oh, airdrop ten noordwesten. Onder de brug zo'n beetje. Ik markeer hem waar ik hem zag. Ik heb die auto kapot geschoten. Nice. Ja, ik zie ten zuiden, zuid 195 op de heuvel, achter die drie bomen. Nu bij de rechterboom. Gaat richting die ene rots. Twee personen. Ja, we moeten ook lopen. Vijf seconden. Kom maar via de vooringang. Morok, muur. Ja, ja, is goed. Is goed. Go, go, go. Dokter Boy adviseert u te lopen. Die man heeft ghillie suit en shit. Oké. Okay. Ja, auto zit daar, auto zit daar. Jij moet hem pakken dan. Oké, ik ga... Oh, dat doet zeer! Ga terug! Ik ben er. Ik moet wel even healen, hoor. Ja, ja, is goed. Woe! 40 seconden. Painkiller gooi ik nu en dan moet je gaan rijden. Ja, let's go. Of nee, go, ik rij wel, zodat jij kan schieten. Oké, go. Go, want ik kan niet healen, go! Ga een beetje heen en weer. Je rijdt nu recht op af. Ga via rechts erin, juist. Kut. Ga naar links. Ram door het hek. Mee bezig. Oh, links hier in de weg. Zo doen mij pijn, hou! Morog! Oké, chill. Zoek dekking! Ik heb echt weinig HP, dus ik ga weer even bandagen. Hier ligt een smoke, ouwe. Oeh, die wil ik hebben. Nee, ik bedoel, de smoke is gepot. Oh. Oké, 7 levend, Morok. Pas op, silencer. Ja, niet op mij, man. Maar wel echt mokertje dichtbij. Ja, ik check hem. Oh, volgens mij zag ik hier bij de rode container hier links, maar ik weet niet zeker. Ja, hier bij de rode container, 1 guy. Oké. Moet ik een granaat gooien? Kut. Hij is in de container gerend, ik heb hem wel geraakt. Moet ik een grenade gooien? Hoe is die man niet dood? Pas op, ren. Ik ga bijna dood, wacht. Ik drop een first aid kit voor je. Mag dat? En 2 energy. Ja, ik ben de healer, dus ik mag het. Ik zeg wel wanneer die komt. Goed. Ik zie hem nog niet. We hebben trouwens 20 seconden voor de volgende cirkel. Is goed, ik drink de 2 energy en dan... Oké, we bewegen, kom. Ja, tussendoor. Morok. Beweeg. Dat is eng. Rechts, Silas is geschoten. Tjo, hier zijn ze. Morok! Nee! Shit! Ik ren. Chill in de container. Ik zit! Help!
Help! Smek hem, Worm! Smek hem! Nee! Wacht! Laat me! Shit, 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 shit! Morgen, ik had geen tijd! Ik had geen tijd! Oh my god! Oh, wat moet die man denken? Wat komt deze gek met een sikkel achter me aan? Oh mijn god! Oh, Morok, laat de dokter een pistool hebben. Oké, de dokter mag een pistool. Oké, misschien, de dokter die mag een pistool. Ja. Maar misschien als extra voorwaarde dat hij dan... 3, 2, 1, go. Ja. Yeah, dat die gun wel silenced moet zijn. Ja, oké. Kan ik wel, dat, ja, is goed. Dat dus het een beetje echt... een sneaky gun is, snap je? Ja, precies. Echt zo'n dokterspistooltje. Ja. Fuck man, dat was echt een goed potje, hoor. Het was niet zoveel actie, maar inderdaad, dat is wel de spanning, die maakt het wel vet. Precies, er ligt hier een Uzi. Oh, suppressor. Ja, voor pistol? Ja man, hier. Nice. En bandit. Dank u. Die moet je ook oppakken. Ja, er ligt hier trouwens een tas. Ja, ik heb een tas. Oh, oké, dan pak ik hem. Die Red Dot kan je ook een pistol zetten, tegenwoordig. Serieus? Ja man. Oh fuck, dat wist ik niet. Yep. Geef mij wel Red Dot toch! Ik heb een twee keer scope, hier pak jij maar. Maar op een pistol? Nee, pak die Red Dot. Oh, oké, hey, fuck, dat is tof. Ja man, dat is best wel gruwelijk hoor. Ja. Ga harder, Morok. Je moet over de heuvel vliegen. Weet je dat zeker? Ja, ik wil vliegend aankomen. Is goed. Gaan we. Let's go. Vliegend. Oké. Okay. Wow, wat een vlucht. Komt ie. Pas op voor de rots. Ik moest even flink remmen. Nou, ik kon niet langs. Goed schieten, man. Iemand anders schoot er al op. Oh, er ligt hier nog een car, joh. Ja? Ja. Schoot iemand anders al op ze? Ja. Hey, hier mensen. Kom binnen. Ik kan de deur niet dicht doen. Oké, hij komt naar boven. Ik kan bijna dood houden. Kom naar boven. Ik ben boven. Gooi iets. First aid. Ja, ik kijk naar beneden. Pas hij op. Komt. Ik gooi Molly naar beneden. Andere deur. Oké. Heb je even tijd om te healen? Wacht, ja, ik heb geheeld. Neem deze. Pas op voor de berg, hè? Ja, is goed. Ik check achter ons. Mijn god, ik ging bijna dood houden. Geen probleem, de dokter is hier. Ik heb ook nog een... ik zag hem bij de deur staan. Ik ga een granaatje koken. Dit is een fucking smoke. Shit. Pas op, achter ons. Ik heb de deur even dicht gedaan. Ik heb een granaat gezwieberd. Zieberix. Morok, wat doe je? What the fuck? Oh mijn god. Morok, op mijn beeld ging hij naar beneden. Morok, dit granatensysteem klopt voor geen meter. Ten eerste, ik had al 3 keer gewisseld. Toen alsnog had ik een smoke. Toen gooide ik die per ongeluk. Toen wisselde ik naar mijn frag grenade. Klikte ik die. Gooi hem naar beneden. Ik zie de animatie naar beneden gaan. Heb ik hem alsnog onder mijn voeten. Ik ben gewoon de dokter. I'm following orders. Oké, is goed. Dan gaan we fucking... hier. Okay. Nee, hier. In 3, 2, 1, go. Mag ik wel mensen overrijden met een auto? Ja, waarom of niet? Of moet ik ze dan ook weer healen? Nee, voor mijn part mag je ze overrijden. Ik bedoel, het is geen wapen gebruiken in zekere zin. Klopt. Een dokter mag gewoon mensen overrijden. Klopt. Pak nou, komt een ambulance gewoon over je hoofd rijden. Lekker hoor. Suppressor voor de pistool. Amor, ik lijk tenminste op een dokter. Kijk maar, I'm a fucking dak. Look at this. Hey, medic! The dak is driving. Get dak, get us to the hospital, man. I'm going. Stop the bleeding. Stop the bleeding, dak. Kom. Mag. Morok, parkeer hem even ergens anders. Rot op. Can I park my car here? Dit is niet mijn winkel. Morok, parkeer hem, snel. Morok, waar ga jij heen? Rot op. Parkeer hem terug. Oké, wacht. Ik moest eventjes slippen. Slip een andere keer, Morok.
Oké, eerst links, eerst links. Oké, okay, snel, snel, kom op. Snel, Mork. Ah, Mork, je blokkeert de deur. Oké, wat gaan we doen? Gaan we de andere huis checken? Ja, is goed. Snel, schiet op. Ik heb 120 kogels, kom op, snel, schiet op, kom schiet op. Schiet op! Pas op! Oké, wacht, houd de deur open. Ik kom eraan. Schiet op. De vloer is bommetjes, Mork. Kom eraan. Help! Tering! Die kwam dichtbij. Weer een flesje, jij erin. Kom op, schiet op, help. Mork, schiet op. Schiet op, kom op, pas op. Hey! Er zijn hier mannen. Ik ben dood. Ik ben neer. Mork, help! Help! Oh. Ze zitten op het plafond. Of op het plafond. Op de zolder. Heel jezelf. Waarom ben je dood? Mork, door die bommen zat ik niet op te letten. Ja, ze zaten daar gewoon de hele tijd. Maar ze schoten ook niet op ons, zeg maar. Toen we gewoon om het huis heen liepen. Wat een hond, ouwe. Maar dat is de spelersmentaliteit van tegenwoordig. Gewoon niet schieten. Ik wilde nog vragen, heb jij de deuren beneden open gedaan? Ja, ik had ze open gedaan, want ze waren dicht. Alleen alles was geloot, dat viel me wel al op. Mork, heb je geen granaten? Zwieber ze. Gewoon, dan moet je hem eerst koken. Ik heb hem gekookt. Dat is kort, op, help. Op een kort kokings. Het ding is nog rauw. Tijd voor een smoke party. Ja, goed zo. Die gooit hij verkeerd. Die gooit hij wel goed. Oké, die gooi je ook goed. Mork. Mork, mijn astma. Mork, hoeveel smokes heb jij? Rot op. Tijd voor een smoke party, bitch. Kut. Je hebt mezelf Fucking bitch. Ook gewoon de flash op jezelf.